Scheveningen speelde gelijk tegen Capelle, maar verdiende misschien wel de overwinning. Dit is het cruciale moment uit de wedstrijd. Rezo Di Hacho, gevloerd door Valentijn. Een 100% penalty zou je zeggen, denkt ook John Blok. Maar het wordt het niet. Ja, ik denk dat het cursusmateriaal is. Hè. Maar goed, dat gebeurt dan niet. Nou ja, goed, dan kan je uiteindelijk wel leven met een punt. John Blok kan leven met een punt. Zeker ook omdat hij weet dat zijn Scheveningen niet goed speelden. Ze komen op een 1-0 achterstand. Filip Hartog zet Ferry de Jong eigenlijk kinderlijk eenvoudig aan de kant. En tekent voor de openingstreffer. De gelijkmaker van Scheveningen komt min of meer uit de lucht vallen. Maar hij is niet minder vrij. Mehmet Aldogan. Een gelijkspel en John Blok tevreden. Zeker de eerste helft lieten we ons regelmatig aftroeven. Ja, en als je de hele wedstrijd dan nu bekijkt, dan moet je misschien wel gelijk, of dan moet je wel blij zijn met een punt. Of blij. Ik denk dat ook wel de verhouding is. In Spakenburg leek Katwijk lang af te steven op een stunt tegen Spakenburg. Atam Kuroglu is de grote man in het elftal van Cees Bruining. Keer op keer ligt hij in de weg. Hij verdiende bijna een standbeeld. En Katwijk komt zelfs op voorsprong in de tweede helft. Donny van Ooyen. De stunt lijkt in de maak. Maar Spakenburg komt terug. Dit is de 1-1 met gevaar voor eigen leven. Dekkers is de maker van de goal. Kuroglu eindelijk geslagen. Maar het wordt nog erger. Het is wel het mooiste doelpunt van het weekend, ongetwijfeld. Maurice van der Wild. Hij tekent voor de 2-1. Katwijk verliest opnieuw. Het programma voor komende zaterdag. Katwijk krijgt ONS Sneek op bezoek. GVVV ontvangt Scheveningen. Rijnsburgse Boys speelt thuis tegen Barendrecht. En datzelfde doet Lisse tegen Hardenberg. Noordwijk moet naar IJsselmeervogels. Ter Lede naar titelkandidaat Kozakken Boys. Dan hebben we nog Capelle Spakenburg en Excelsior 31, Excelsior Maassluis. En ook zondag is er een programma. Haaglandia moet naar AFC. VVSB speelt thuis tegen Leonidas. En HBS ontvangt Shabab.